Ze wil heel veel dingen erin hebben. Allemaal verschillende manieren. Gewoon, hoe moet je nou echt strak inpakken? Hoe pak je een bal in? Hoe pak je een driewieler in? Wat bijna een onmogelijke vorm is. Een heel mooi cadeautje. Want hier pakt ze een cadeautje in. En daaromheen gaat nog een laag met bloemblaadjes. Hè? Hoe maak je het echt prachtig mooi? Dit is ook gewoon echte inpakken. Van hoe doe je het strak? Er zijn allerlei regeltjes voor. Om alles te laten zien was het 45 minuten. Nou, dat is onmogelijk. Toen zei ik van als we nou zo'n vormgeving maken waarbij je kan kiezen. Dus dan kan ze 2 weken achter elkaar. De ene keer zegt ze nou ik begin met de basis en dan doe ik de stappen. In de stappen zit bijvoorbeeld papier afmeten is belangrijk. Dat je niet zomaar afscheurt en veel te veel papier hebt. Strakke vouwen maken. Nou ja, allemaal dat soort belangrijke dingen. Goed fout. Zoals hier valt de DVD er weer uit. En hoe doe je hem nou wel goed? Hoe doe je hem nou wel strak? En versiering, uiteindelijk, hoe maak je van een cadeaubon? Als ik nu halverwege stop, kom ik niet in het menu terecht. Dus je moet het filmpje helemaal afkijken en dan kom je weer in het menu terecht. Ja, het is niet zo met als je hem op een DVD-speler afspeelt, dan wel, dat je dan kan kiezen menu. Ja, dan kan je wel weer een hoofdstukmenu kiezen. Ja. Maar niet als je stop doet, gaat hij niet automatisch weer naar het menu. Dus dat vind ik het enige wat jammer is. Ja. Maar de bedoeling is natuurlijk ook bij de les dat je hem gewoon afkijkt. Dit is allemaal met 2 camera's gedaan. Zodat je een close-up kan doen en dat je steeds kan switchen naar iets anders. Dat je niet een las hebt in hetzelfde beeld. Dus op 2 camera's in 1 film. Ik heb 5 films in 1 minuut. Nou, ik heb het als probleem gehad, had ik een andere opening, wat doet die er nou ineens bij? Maar het is niet die dan open staat. Ja, dat staat niet, doet hij doet je mee met nu veel. Ja, jullie kunnen nog wat van elkaar afleveren. Ja. Oh ja, 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 je hebt ze normaal natuurlijk nooit in 1 DVD, dit soort filmpjes. Ja, ik heb nu die handleiding. Ja. Er zijn 5 filmpjes. Ja, precies, in dat geval wel. Dus, en dan heb ik dus nu een menu, nu kunnen ze kiezen handleiding 1, handleiding 2, handleiding 3. Ja, ja. Dat werkt echt hartstikke goed. Dat zijn totaal 3 totaal verschillende gebruik. Alleen die plaatjes die ik erin heb gezet, die heeft ze op de een of andere manier meegekopieerd. Het is helemaal gewoon zo'n filmpje. Vind ik leuk gedaan. Ik heb, ja, hallo hé. Hé, hey, dat mag niet hè? Wat? Deze muziek. Nee. Zo staat hij ook niet op het internet. Nee. Maar die gebruik ik niet. Ik heb 2 versies gemaakt. Internet. De bedoeling is alleen maar puur visueel maken van laboratoriumwerk. Dus geen voorlichtingsfilm over laboratorium. Anders dan zit je al een half uur. Ja. Hij maakt het wel dynamisch. Ja, het past er ook goed in. Op zich was het niet, maar alleen. Ze is ook helemaal opnieuw ingesproken. Voor de supervisie van Henk. Ik moet natuurlijk wel zeggen wat ik wat er gezegd wordt, moet natuurlijk wel roppen. Ja, dat vind ik niet uit. Ja, luister op een gegeven moment. Dat was één dingetje zo van. Dat was op een gegeven moment zo van. In het begin scherp zullen hij helemaal omhoog draaien met de maakgeschroef. En toen zei jij van. Vind je dat met microschroef? Nee, hij is het luid. Ook met de maakgeschroef. De competenties die een goed ondernemer moet bezitten. Daar gaan ze films over maken, dat is de bedoeling. Weet je, als er nou van die. Vragen zijn over dat ze instructie willen hebben over het gebruik van magic en dat soort dingen. Dat kunnen wij natuurlijk mooi instructies geven eraan.
Nou, sowieso denk ik dat ik mensen die met video iets willen gaan doen, die zal ik altijd verwijzen naar die projectsite. Daar staan jullie contactgegevens staan daar ook op. Dus dan kunnen ze daar verder contact zoeken als ze informatie willen. En ze kunnen daar ook hun vragen neerzetten. Misschien is het ook een idee dat we dat discussieforum daarop bijvoorbeeld eens gaan gebruiken. Dat hebben we nog niet gedaan. Maar dat zou ook een manier kunnen zijn om daar je vragen te deponeren. Je zit allebei met je oplijn aan een locatie, daar zit ook 3 of 4 locaties. Maar het materiaal is natuurlijk allemaal herhalen. Ja. Daar zijn de uren uitgegeven. Ja. Dus ik zit even te puzzelen hoe dat nou precies zou moeten. Ja. Geef elke locatie een half jaar het materiaal? Ja, of je zet op je budget voor volgend jaar, zet je dat je een paar camera's erbij wil. Ja, bijvoorbeeld. Of een echt een bewerkingsplek ook inricht op een andere locatie. In Hoofddorp is nog helemaal niet zoiets. Moeten er wel weer mensen zitten. Die er zit ook, dan moet je ook weer iemand daar hebben die de boel kan monteren en alles maar op. Dus, transport en logistiek zit er ook. Die zit er ook bij ons te doen. Dus. Het ziet samen gaan doen. Ja. Nou ja, dan zouden we ons materiaal moeten gebruiken om de boel daar eens te enthousiasmeren. Hè. Dat is een kwestie van het zin duidelijk.